lekker een goed plekje opzoeken langs het circuit? Ja. Waar wil je ongeveer staan? Aan het einde van het rechtstuk. Want dan kan je ze lekker lang aanzien komen. Ja, en dan moeten ze afremmen, dus dat is leuk om te zien. Die zijn hier gewoon op heuse Max Verstappen scooters aangekomen. We hebben ze een beetje uitgesloofd, ja, van deze twee dagen. Dus het valt wel op, ja. Speciaal voor deze twee dagen gedaan? Nou, alleen voor dit weekend hebben we het zo van elkaar gemaakt, ja. Ja. Je maakt er wel de blitz mee? Aandacht genoeg, ja. En ze zijn te koop, dus hopen misschien dat we ze vandaag nog kunnen verkopen, ja. En voor de rest is het heel makkelijk. Moet hij wel een beetje zijn best doen, hè, vandaag? Hij moet zijn best doen, maar ja, het is gewoon heel simpel. Alles staat hier vast en je rijdt met scooters zo erlangs en perfect. Ja, dat hij podiumplek wel kan gaan halen. Maar het is altijd moeilijk hier. Hè. Er zijn toch vier auto's die sneller dan hem zijn. Dus de coureur lijkt in ieder geval niet, nee. Ja, ik denk dat als het gewoon droog blijft, dan wordt het waarschijnlijk lastig. Moeten we reëel in zijn. Maar je weet het maar nooit. Bottas die staat natuurlijk achter een Ferrari en een Mercedes. Dus dat kan altijd nog bolen worden. Dus we zullen het wel zien. Nou, we hopen het beste ervan. En als u maar in ieder geval alle rondjes langs ziet komen, dan... Geweldig. Dan hebben we een dag van... Dag van het jaar? Dag van je leven. Ja.